Ik ben Dirk Kammer, ik ben van Poort, ik ben 21 geworden. Ik ben sommelier van opleiding, sommelier kok. Ik werk nu in Oud-Sluis. En naast het koken zelf ben ik ook gefascineerd door wijn. De wedstrijd Junior Sommelier van België gaat eigenlijk uit van de Belgische sommeliergilde. We sturen dan een invitatie door naar alle hotelscholen in België. En dan wordt dat voorgesteld aan ons. En wordt in de klas zelf eigenlijk een klein examen afgelegd. En het beste ervan gaat dan naar de wedstrijd. Het meedoen van wedstrijden is eigenlijk een uitdaging voor jezelf. Van push jezelf altijd tot betere limits, tot een beter niveau. En ik ben ook wel redelijk competitief ingesteld. Altijd wel het beste zijn en altijd proberen en ergens uit te blinken. Ze gaan een rapper u zien als een klein talentje en hun kennis willen doorgeven. Ze zien niet u echt als een dreiging. Het is meer van, oh, eindelijk iemand jongs komt erbij. Ze gaan je rap eigenlijk omarmen en uw kennis meegeven. Ze zien u meer als een nieuwe generatie en niet als een concurrent. Dus om mee te zijn, ik denk misschien als je talent hebt, kan het misschien wel vlotter gaan. Maar dan zit je talent is dan meer respect van. Van dat je rapper kunt proeven, bepaalde geuren kunt herkennen, dat is wel een talent. En dan komt het de wilskracht erbij, want je moet zeer veel studeren ook. Mijn werkgever Serge Herman, het is al een zeer boeiende persoon. Het is een zeer leuk bedrijf, van het zijn allemaal jonge mensen ook. En het is ook niet, het is wel discipline en het is wel streng en je moet doordoen. Dat is ook zeer levendig en jong, want iedereen loopt daar rond op basketstukjes. Maar speciaal is ook zootjes eronder dat we nu uitgeleiden. Tijdens de mise en place op de house muziek opzet, dan is gewoon doorgaan en knallen. Wat je nooit mag vergeten, als je mee proef je wijn. Dus is een job dat je doet. En een job dat je doet, moet je nooit doen in een dronken toestand. Dus we proeven redelijk veel, maar moet alles direct uitspugen. Ik ben blij dat mijn ouders redelijk nuchter mensen zijn. Dan gaan we altijd wel blijven motiveren en zeggen van ja, we moeten blijven voor de haal. Maar we gaan ook altijd zeer nuchter blijven. Want ik heb nog zeer goed in bijen. En ik zeg van ja, ik ga naar Sluis werken, een paar direct. En je weet wel, ga niet veel verdienen, ga het lange uren doen. Ik zal hem direct ook je realistische beeld geven. Ik wil liever bescheiden blijven en ja, dan niet te veel showen rondverkopen. Ik wil gewoon, gewoon mijn eigen ding blijven doen en niet te veel gezien worden van ja, ik wil een dikke expert van deze hier, kopst een beetje. Gewoon mijn eigen ding kunnen blijven doen en niet te veel ambiteerd zijn door andere mensen. En wat ik gewoon één tip meegeven is, blijf geloven in jezelf. Je gaat altijd tegenslagen in je leven. Tegenslagen maakt je ook altijd sterker.